Het is druk op de weg. Veel wegtransport ondervindt hier nadelen van. Leveringen lopen vertraging op, zeker bij transport over langere afstand. Op zoek naar een goed werkbare oplossing moet je misschien verder kijken dan de stroken asfalt. Met multimodaliteit ligt een oplossing in het verschiet. In Noord-Brabant hebben de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, de Defensie Academie en Breda University of Applied Sciences de krachten gebundeld in LCB, Logistics Community Brabant. Wij zijn als samenwerkend instituut eigenlijk bezig om kennis te ontwikkelen op het logistieke veld en die toepasbaar in het werkveld toe te passen. Dus we zijn echt op zoek naar nieuwe kennis die helpend is om die multimodaliteit in een beter perspectief te krijgen met betrekking tot efficiëntie en effectiviteit. Met LCB Multimodaal richten wij ons volledig op internationale vrachten verplaatsen van de weg naar het spoor en het water. Via de binnenvaart naar de belangrijke zeehavens van Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. En anderzijds naar het Europese achterland, zelfs tot in China toe, via spoorverbindingen. Het mooie wat je ziet is dat in het verleden nog wel eens vraagtekens werden gezet bij de betrouwbaarheid en bij de frequentie van het aanbod van binnenvaart en spoorgoederenvervoer. En wat je de laatste jaren ziet is dat bedrijven in Brabant elkaar weten te vinden. Dat ze de handen ineens slaan en samen innoveren om tot echt een heel robuust product te komen. Nou, dat noemen wij een joint corridor. De joint corridors van Noord-Brabant verbinden op dit moment de Noordzeehavens met Polen, Italië en China. Het succes van deze corridors heeft niet alleen effect op de rol van Noord-Brabant als transporthub en de ondernemingen die er gevestigd zijn. Ook de leefbaarheid en bereikbaarheid van de provincie en uiteindelijk het hele land heeft er baat bij. Verminderde filedruk en, heel belangrijk voor de transportwereld, een sterke CO2-reductie. De duurzaamheid in transport is natuurlijk wel een thema aan het worden. Hè? Dus we proberen door die multimodaliteit een schonere transportmodaliteit te ontwikkelen. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden in schone technologie. Maar het is dan wel belangrijk dat die vrachtwagen kan rollen, hè? Dat hij zijn bestemming kan bereiken. En doordat we die internationale vracht verplaatsen naar het spoor en het water, ontstaat er ruimte op de wegen, zodat het wegtransport voor binnenlands vervoer of voor die ene internationale spoedorder, dat die ruim baan heeft. En dat is een verplichting, een opdracht, een verantwoordelijkheid die we niet alleen bij de transportbedrijven kunnen leggen, maar die transportbedrijven samen met de industrie en de handel moeten oppakken. Logistics Community Brabant ondersteunt hen daarbij met een enorm kennisnetwerk van studenten, zogeheten Fresh Brains. Vanuit de LCB hebben wij uniek gereedschap. In Brabant en de vier kennisinstellingen die wij vertegenwoordigen studeren ongeveer 1000 jonge mensen in de logistiek. Die wij in kunnen zetten om het bedrijfsleven verder te supporten. Om die nieuwe kennis toepasbaar te krijgen. Maar ook om die support te leveren om het daadwerkelijk operationeel te krijgen. Die studenten kunnen de diepte ingaan. Die doen onderzoeken op vraagstukken, op detailleerde vraagstukken. Hoe je de joint corridors kunt opschalen. Hoe je gemakkelijk kunt aansluiten. LCB staat neutraal tussen de verschillende partijen. Dat maakt dat de joint corridor voor alle bedrijven interessant kan zijn. Of je nu groot of klein bent, of je nu produceert of transporteert. Het is gewoon echt een nieuwsgierigheid van bedrijven. Hè? Het ondernemerschap, hun wilskracht, hun kennis, ervaring. De opgave die we nu met elkaar hebben, en dat zien we al gebeuren, hè? Met die inzet van die Fresh Brains, hè? Dat die verschillende joint corridors en de bedrijven erachter elkaar weten te vinden. En zo komen we tot een ijzersterk netwerk van joint corridors.